President Chandrika Prasad Santokhi is vanmorgen met zijn delegatie teruggekeerd uit Guyana. Het staat zo vind dat het een vruchtbaar bezoek is geweest. De presidentiële delegatie bestond verder uit de ministers Albert Ramdin en David Abiyamofo van Buitenlandse Zaken en natuurlijk hulpbronnen en de directeur van Staatsolie Anand Jagisser. Behalve dat hij heeft deelgenomen aan de conferentie, heeft het staatshoofd ook belangrijke gesprekken gevoerd. We hebben gekozen voor een samenwerking op basis van een platform op hoog niveau geleid door beide presidenten van Suriname en Guyana. En daaronder zijn er heel wat werkgroepen. En we hebben gekeken naar de stand van zaken van de verschillende werkgroepen, de programma's die allemaal uitgevoerd worden. En er zijn uiteraard ook nieuwe inzichten gedeeld. En dat is namelijk of we ook niet als twee landen het initiatief kunnen nemen met betrokkenheid ook van andere landen, zeker Barbados, grote agrarische projecten kunnen gaan initiëren. Bestemd voor de Caribische markt als eerste markt, maar ook bestemd voor andere markten, waarbij in ieder geval ook de Surinaamse landbouwers, Surinaamse ondernemers ook hiervan kunnen profiteren op basis van gezamenlijke inspanning, gezamenlijke activiteiten. Dus dat is een van de zaken waarover we ook een commitment hebben bereikt. De president geeft aan dat hij en zijn Guyanese counterpart niet helemaal tevreden zijn met het tempo van de voorbereidingen van de bouw van de brug over de Quarantainrivier. Omdat er een tijdlijn was uitgezet en er waren wat technische issues, ook met betrekking tot de hele procedure van de openbare inschrijving op basis van de expression of interest. Maar we hebben daar uitgelegd gekregen van ook de deskundigen dat het nog enkele weken zal duren. Dan is het proces helemaal afgerond om te gaan naar de finale beslissing wie uiteindelijk het project zal uitvoeren. En u weet, we hebben gekozen voor de modaliteit van design, build, finance en operate. En we zullen nagaan welk bedrijf dat het beste kan doen op basis van een transparante procedure die daarvoor is ingezet. En anyhow, uit alles blijkt namelijk dat na de bidding er nog zoveel voorbereidingen getroffen moeten worden, dat het nog zeker eind van het jaar zal duren. Dat alles afgerond is en de start van de bouw volgend jaar kan beginnen. Hooguit eind van het jaar, maar de focus is volgend jaar. De brug zal voordelen hebben voor beide landen, aldus het staatshoofd. Het gaat vooral om de ontwikkeling die zal komen in het westen van Suriname.